De industrie is op dit moment bezig met een aantal gezondheidstrends. Hieronder vinden wij zoutreductie en suikerreductie. Zoutreductie is met umami-oplossingen te realiseren tot zeker 35%. Suikerreductie zeker 40%. Nou ja, de trend op dit moment is natuurlijk alles wat met de Aziatische keuken te maken heeft, is een hot item. Steeds meer mensen reizen over de hele wereld. En eigenlijk als je dan dat ene bijzondere authentieke product proeft in dat land, dan wil je eigenlijk als je thuis komt diezelfde smaak weer proeven. Daarnaast zien wij als trend heel duidelijk dat de productiebedrijven zich richten op de consumentenwens van minder allergenen, clean label, dus één nummer vrij, en vega en vegetarische toepassingen. Voor clean label zijn natuurlijk legio mogelijkheden als een gistextract te bedenken of als een tarwe-glutensaus. Voor allergenen vrij bijvoorbeeld een glutenvrije sojasaus. Voor vega en vegan toepassingen zijn er legio mogelijkheden aan smaaksturing te bedenken. Natuurlijk één nummer vrij clean label.